Breda Nu. Je weet het meteen. Hier achter mij in het NAC-stadion is een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het Belastingkantoor. Plan is om 400 asielzoekers te verplaatsen van de Bospoort, de voormalige koepelgevangenis, naar het oude Belastingkantoor. Onder de bewoners heersen veel vragen. De politie, de gemeente en het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, geven vandaag antwoord op die vragen. Er zijn 30 locaties bekeken, maar waarom is juist gekozen voor het Belastingkantoor? Ja, we hebben in gesprek met de gemeenteraad in september gesproken over welke kaders geven jullie bij die zoektocht nou aan ons mee. Dus daar heeft de gemeenteraad aangegeven, kijk naar één grote locatie van 400 mensen of eventueel naar twee locaties van 200 mensen. En we willen dat met name in het, dat je ook zoekt in het stedelijk gebied, dus niet in het buitengebied, maar het moet ook echt in de stad zijn. En kijk ook goed natuurlijk naar de inbedding in de wijken, dat dat veilig beheersbaar kan gebeuren. Nou, als je al die criteria op een rij zet en je gaat dan naar de verschillende locaties in de stad kijken en je kijkt naar beschikbaarheid, hè, en wat de eigenaar van de locatie ervan vindt, is uiteindelijk deze locatie als enige locatie die geschikt is en aan de criteria voldoet eruit gekomen. En onder de bewoners leeft de vraag van blijft het bij 400 of wordt het op TCT meer asielzoekers? Nee, op deze locatie geeft het COA ook aan dat wat kan er in het gebouw, dat zij op dat aantal van 400 komen. Dus ook wij gaan al uit van die 400. Overigens moeten we de definitieve afspraken met het COA nog maken. Hè, want de bijeenkomst van vandaag is ook bedoeld om vooral ook van de mensen zelf te horen of ze nog toevoegingen hebben of nog punten hebben waar we in die gesprekken met het COA rekening mee moeten houden. Dat doen we ook nog met de gemeenteraad volgende week woensdag in de commissie maatschappij. En pas dan gaan we de formele zaken afhechten. Maar dat aantal gaan we wel vanuit, die 400. Waarom bent u naar deze bijeenkomst gekomen? Vooral om informatie te horen en ook precies wat er gaat ook gebeuren. Omdat de informatievoorziening is niet zo denderend op dit moment. Dus ik had gehoopt dat ik veel informatie hier zou uithalen. Gehoopt, maar dat heeft u dus niet gekregen? Niet op de manier dat ik had verwacht. Ik had verwacht juist dat bijvoorbeeld de beheergroep die nu al werkt bij de koepel, dat iemand zou iets over vertellen van hoe het is gegaan. Ook gewoon problemen, dat vind ik prima. Maar hoe hebben ze het opgelost? Zodat wij misschien kunnen leren van juist de vorige locatie. Dit gaat ook gebeuren, dat weet ik wel. En dat vind ik goed, dat Breda ook de verantwoordelijkheid voor neemt. Dus ik ben een voorstander van. Maar de communicatie met het buurt, dat loopt echt gewoon dramatisch slecht. En hoe staat het gesteld met de dagbesteding van de asielzoekers? Dat ze niet op straat gaan rondhangen? Hebben ze een speciale daginvulling elke dag? Of hoe ziet dat eruit? Ja, nou, daar moeten we natuurlijk met het COA nog afspraken over maken. Maar dat is vergelijkbaar zoals het nu in de Bospoort gaat. En dat is natuurlijk gaat ook goed. Mensen doen zelf hun boodschappen. Mensen koken zelf hun eten. De kinderen gaan naar scholen toe. Hè. Die krijgen gelijk ook onderwijs. Proberen ook mensen die ook taallesonderwijs willen. Vrijwilligers die er zijn, geven ook taalles. Dus er zijn allerlei zaken die al opgepakt worden. Maar die definitieve invulling van die dagbesteding die moet nog verder uitgewerkt worden met het COA. En de veiligheid, hoe kunt u de veiligheid voor de buurt garanderen? Nou, we monitoren het heel goed. Hè. We hebben natuurlijk met de wijkagent, met de stadsmarinier, zijn daar zeer alert. Er zijn meer controles natuurlijk, zoals we dat ook bij de Bospoort gedaan hebben. Op dit moment hebben wij geen signalen dat op deze locatie nou echt anders zal uitpakken dan bij de Bospoort. En als je kijkt over hoe het bij de Bospoort in 2 jaar is gegaan met de veiligheid, dan moet je met elkaar terug concluderen dat het uitermate goed is verlopen.